Dit legendarische filmpje is in samenwerking met ANWB. Daar gaat hij. Ah, dit auw, auw, help! Vroeger wilde ik leraar worden. Een beetje de hele dag koffie drinken, kinderen al het werk laten doen en 400 weken per jaar vakantie. Heerlijk. Maar blijkbaar kan het toch een pittig, stressvol baantje zijn. Ik geloof daar is niks van. Leraar zijn. Hoe moeilijk kan het nou zijn? Even los. Oh. Ja, even rustig. Oké. In deze video werk ik op een middelbare school, kinderopvang en op een basisschool. Dat zal meester Calvijn jou eens even uitleggen. Ja. Jorik. Hi. Hallo. Wat fijn dat ik jouw klas mag gaan overnemen vandaag. Ik ben benieuwd. We staan hier bij het koffiezetapparaat. Ja. Ik moet je natuurlijk blijven vragen, hoe was je vakantie? Mega saai jou. Goed, zullen we aan het werk gaan? Yes, is okay. Goed. I'm going in. Goedemorgen. Ik moet op alle drie de scholen serieus mijn best doen. Want aan het eind van de dag gaan niet alleen de kinderen mij beoordelen. Omdat hij het niet echt goed deed. Maar ook de leraren gaan me beoordelen. Die observeren me namelijk de hele dag. Spannend! En omdat ik hou van goed gedrag, krijgt het braafste kind aan het eind van de dag van mij een cadeau. Lachen! Goedemorgen, ik ben meester Calvijn. Goedemorgen, meester Calvijn. Vandaag gaan we veel leren over meten. Hoeveel centimeter is... Op de basisschool was de sfeer nog gemoedelijk, maar op de kinderopvang... Mag ik een keer je arm nemen of je echt bij me? Ah, dit... Auw, auw. Help. Oké. Misschien is het tijd om even een kijkje te nemen op een iets minder chaotische plek. Namelijk de middelbare school. Goedemorgen, collega's. Goedemorgen. Wat geeft u? Frans. Frans. Oh. Zo. Nou, is goed, hè? In één keer helemaal goed. Want dat betekent? Juist. Om mijn baan als leraar op de middelbare school wat uitdagender te maken, heb ik voor mezelf een bingo-kaart bedacht. Bingo! Eén van deze 9 dingen heb ik nu gedaan, die andere 8 ga ik nog fixen. Als het mij lukt om aan het einde van de dag deze 9 situaties te hebben meegemaakt, mag ik 1000 euro geven aan één van jullie. Dus blijf vooral kijken. Ik ben vandaag jullie leraar, leuk hè? Gaaf hè? Zo kinders, hebben jullie er een beetje zin in? Op de middelbare school had ik een beetje een trage start. Maar gelukkig ging dat op de basisschool al beter. Kijk, dan kom ik je helpen. Milligram. Milligram is milligram. Je hebt ook centimeter en millimeter. Hoeveel kubieke meter is 16 decibel? Ik kan het echt niet. Nee, ik ben ook aan het testen. Dat zijn allemaal willekeurig geworden. Rekenen ging fantastisch. Dus deed ik gelijk maar even een lesje taal erachteraan. Hoeveel lettergrepen heeft het woord paprika? Dat klopt. Wie kan uitleggen waarom het 3 is? Want er zijn ook 3 klanken. Pa, a, pri, i en k, a. Meester Jorik is net weg. Dus willen jullie iets doen wat eigenlijk bij hem nooit mag? Nee! Ja, nee. Oké, jullie mogen allemaal een ticketje door de klas doen. Ik ben in ieder geval uitgeroepen tot de beste meester van de basisschool. Even kijken of ik die pubers ook zo weet te pakken. Wie houdt er hier van... Oh. Wie ben jij? Robin. Ja. Jij bent hartstikke laat. Ja, nogal ja. Ja. Ja, dan wil ik je vragen om toch een briefje te halen. Ja, oké. Hey Robin. Ai, nee. Ze nemen een loopje met me. Zal ik ooit respect kunnen afdwingen? Misschien moet ik eerst proberen om kleuters in het gareel te krijgen. Oké, nou. Nee, dat heb jij gedaan. Jij! Nee, dat heb jij gedaan. Ik zag het wel. Jij! Ja, sorry, dit gaat niet goed. Ik laat over me heen lopen. Ik moet en zal respect afdwingen. Ja, ik ben bloedserieus. Ik ben vandaag jouw leraar. Ik snap het. Oké, Robin. Dit is perfect. Geen genade. Angst zullen jullie voelen als jullie les krijgen van... Sorry dat ik een beetje streng ben, maar het is ook mijn eerste dag als leraar. Dus... De absentielijst, want ja, dat hoort erbij natuurlijk. Justin, ga even je hand omhoog steken. Ah, top. Bjorn Borg. Die kunnen we ook afstrepen. Tot nu toe gaat het goed. Het gaat super. Op de middelbare school gingen we vrij traag van start. En ik merkte dat de kinderen op de basisschool hun concentratie al kwijtraakten. Daarom gingen we een spelletje spelen. Omdat jullie het zo goed gedaan hebben, ga ik jullie verrassen. Jullie mogen namelijk, als je een telefoon hebt, die erbij pakken. Alle kinderen spelen hier Streetwise, de verkeersgame. Wat dat precies is, dat vertel ik straks. Eerst is het namelijk voedertijd voor de kleuters. Hé, hey, dit is een partijje lekker. Ja, nee, lekker appel. Vies? Ja. Kijk, ik zet hem hier in het midden en dan kun je er gewoon een beetje vanaf pakken, denk ik. Ik kan er niet bij. Maar je kan toch lopen? Er is toch niks mis met je voeten?
Terug naar de basisschool, waar de kids nog steeds bezig zijn op hun telefoon. Jazeker, deze video is namelijk in samenwerking met de ANWB. De ANWB heeft namelijk deze app de wereld ingeslingerd. Door middel van Streetwise, de verkeersgame, kunnen kids op een leuke manier hun verkeerskennis bijspijkeren. Kijk maar. Yes! App is gratis te downloaden in de Play Store en in de App Store, dus denk je nou van ja, ik kan mijn verkeerskennis wel een beetje bijspijkeren. Download die app! Streetwise, de verkeersgame. Op de basisschool houden die kinderen zichzelf lekker bezig. Maar op de middelbare school stond mij mijn grootste uitdaging tot nu toe te wachten. Kijk, ik heb een fantastische PowerPoint hier. Oh, wacht hier. Nee, hoe werkt dit? Hoor ik daar nou een telefoontje? Geef maar hier. Dankjewel. Je krijgt hem eind van de les misschien terug. Moet eerlijk toegeven, als een vis in het water. Zo, er is weer een vakje van mijn bingo-kaart afgekruist. Zoals je ziet had niet iedereen er evenveel zin in. Maar er was één iemand die wel meedeed met de les. Wat is aardrijkskunde? Alles. Waarom is het alles? Nou, omdat het komt van iets, toch? Hout is weer geïmport van ergens en nou, vlaggen. Wit! Ja! Yeah. Vandaag hebben we het over globalisering en opdrachten maken. Een proces waarbij de vervlechting tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt. Nou goed, Global Village. Ik kan het wel uitleggen, maar jullie weten natuurlijk allemaal wat het betekent. Jullie hebben nog eventjes. Dat hebben we echt net gedaan, hè. Waarom plaatst een multinational verschillende afdelingen op verschillende locaties rond de wereld? Heeft er iemand nog iets aan toe te voegen? Ja. Ik denk dat je iets mist op je bureau. De snitch is weer wakker. Wat was jouw naam ook alweer? Gwen. Heel Nederland ziet nou dat jij niet te vertrouwen bent. Je gelooft het niet. Terwijl ik even op de gang stond, heeft die snitch Roy gewoon de telefoon van Gwen weer teruggegeven. Ja, dat kan meester Calvin natuurlijk niet laten gebeuren. Ik heb daar een mooi plekje voor in de klas. Dan mag je lekker daar naartoe verhuizen. Hé, laten we het gezellig houden, hè? Inderdaad. Luisteren zal je. De kids op de opvang begonnen trouwens ook weer gezellig te worden. Het is mooi, Gwen. Ah, leiden zijn op een opvang is echt vermoeiend. Het is tijd om buiten te spelen. Welkom, kinders, bij Knotshockey. Oké, tijd voor een nieuwe middelbare schoolklas. Dit is 6 VWO. Ik heb hoge verwachtingen. Nou, daar gaan we weer. Hallo allemaal. De meesten noemen mij Kelly. Jullie noemen mij vandaag meneer Calvin. Pardon? Ik geef je nog één kans om het goed te zeggen. En als het niet lukt, dan moet je helaas een briefje laten halen. Hoe noem je mij tijdens de les? Kelly? Die bingo kaart is al bijna vol. Nog maar 3 te gaan. Ik wil natuurlijk niet snitchen. Naast je zie ik iets gebeuren op je laptop. Ai. Oeh, deze man is heel snel. Wat was je aan het doen? Ik was magister aan het kijken. Maar wat was je eigenlijk aan het doen? Was je even aan het daytraden? Daytrade. Ja. En dat gaat goed. Hey, lekker bro. Ja. Nice. Maar waar ben je ingestapt dan? Hier. Ja, oké. Okay. Oh, netjes. Op wat daytrade na verliep deze les gelukkig soepel. Daarom bedacht mijn camera Mattie dat het wel leuk zou zijn om de leerlingen te vragen wat ze van me vonden. Zonder dat ik daarbij was natuurlijk. Hij doet het even goed als de alle juffen. Dan geef ik hem wel een 7,5. Een 9,5. 9. Calvin is een gekke leraar. Calvin doet leuk. Hij is een goede meester. Hij is wel grappig. Hij helpt goed. Een beetje streng voor mijn smaak. Wel enthousiast, gelukkig. We hebben eigenlijk helemaal niks geleerd. 5,5 voor de moeite. Ik denk als gymdocent zou hij wel een goede gymdocent zijn. Ik denk dat Calvin het beter kan laten op TikTok. Nou. Leuk, die mening van leerlingen. Maar wat ze niet weten is dat ik ook hun in de gaten heb lopen houden. Want de braafste, aardigste, meest pintere leerlingen krijgen van mij een legendarisch cadeau. Maar voordat we gaan zien wie dat zijn, gaan we eerst even naar het eindoordeel van de leraren. Ik vind dat je het supergoed gedaan hebt. Ik merk bij jou mega veel passie. Maar je kan toch lopen? Er is toch niks mis met je voeten? Maar wil je zo'n dag doorkomen dat je inderdaad voor jezelf moet gaan kaderen van wat kan wel en wat kan niet? Ah, dit, auw! Waar ik wat van kan leren is jouw enthousiasme. Jij motiveert de kinderen de hele dag. Oké, jullie mogen allemaal een tikkertje door de klas doen. Nog wel even de lessen goed voorbereiden. Voor mij hebben ze een hele leuke dag gehad en dat en ook nog wat geleerd. Milligram is milligram. Gelijk laten weten wie de baas is. Ja, meneer Calvin, u. Ik geef nog één kans om het goed te zeggen. Je had je goed ingelezen, dat zag je. Dat merkte je en alles. Ja. Global Village. Ik kan het wel uitleggen, maar jullie weten ook allemaal wat het betekent. Je maakt een lekker contact met leerlingen. Ja, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Zo te horen heb ik het goed gedaan. Yes!
Maar ik hoor je denken, die bingo-kaart, hoe staat het daar eigenlijk mee? Hey, ik had een bingo-kaart van dingen die ik als leraar wilde meemaken. Daar stonden 9 dingen op, waarvan er 8 zijn gelukt. De enige die niet is gelukt, is degene die Roy heeft aangedragen. Die zei, ja, weet je wat mooi is als leraar? Dat je dan iets uitlegt aan een leerling en dat je dan die twinkeling in zijn ogen ziet dat hij het begrijpt. Dat lukt mij dus iedere dag. Ja. Wij gaven jou die twinkeling. Ja, dat is waar. Op de ene school ging het beter dan op de andere. Maar ik heb nog 1 verrassing in petto voor het... leukste, braafste, meest... Kijk joh. Wat is het? Een stuntscooter. Ik noemde dat vroeger gewoon een step. Maar als jij het stuntscooter wil noemen, ja, het staat erop. Ben je er blij mee? Ja, dankjewel. Graag gedaan. Van alle leerlingen die ik gezien heb vandaag... Volgens mij het stomst. Het leukst. Oh, yes. Dankjewel. Oh mijn god. Ben je er blij mee? Huilen. Hoezo? Omdat ze gestolen werden van elkaar. Ja, dankjewel. Dief als je kijkt. Oh, ik zo lief. Dit is karma voor die dief. Ik heb een nieuwe. Niet stelen alsjeblieft. Ja, op de opvang kon ik niet 1 kind uitkiezen, want ze waren allemaal veel te lief en even aardig en pinter. Dus ik, ja. Jullie mogen het allemaal tegelijkertijd uitpakken. Conclusie, leraar zijn is stressvoller dan ik had gedacht. Maar ik kan daar vandaag wel goed begrijpen waarom al die leraren er zo'n voldoening uit halen. Namelijk die twinkeling in die oogjes. Die is onbetaalbaar. Beetje jammer dat ik die twinkeling nooit heb gezien. Ja. Ik ga naar bed.